Dames en heren, jongens en meisjes, wisten jullie nog die ene keer? Echt, nou? ik verzin dit soort dingen echt niet vooraf. Dat ik 15 euro had ingezet op Vettel, die in de top 10 moest eindigen. En hij dat niet haalde. Nou mensen, ik kan jullie zeggen, ik geef niet snel op hoor. Ik blijf strijden. Tot het eind. Hey! Wat een jostie hoor. Premium. Wat is het ook voor logo? Vettel merch van Aston Martin himself. Ja. Wist je dat Vettel ook de enige is in dat intro filmpje met een pet op? Zou vast niet komen dat hij kaal is. Alhoewel hij volgens mij alweer wat haar heeft. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik bleef erin geloven. En drie keer raden wie er voor dit raceweekend in Monaco 100 euro heeft ingezet op Vettel die in de top 10 eindigt. Guess what? It's me! En aangezien inhalen moeilijk is, is die achtste plek toch wel vrij lekker om mensen. Een 2.19 ult is ook helemaal niet zo slecht. Dus wat? Ik hoop zo dat het lukt dat hij niet crasht. Of... Goed, genoeg over de Formule 1 voordat iedereen afgehaakt is. We gaan vandaag weer reageren op een heerlijk boze buurman. Of buurvrouw volgens mij in dit geval. Dit is echt een classic aflevering. Hij komt namelijk uit 2012, maar volgens mij is die echt schitterend. Mensen, vergeet vooral niet te abonneren. We zitten zo dicht bij die miljoen. Ik heb het idee dat mensen het vergeten. Dat als jullie nu allemaal even klikken nu onder deze video. Gewoon nu klikken, dat we dan gewoon 1 miljoen subs hebben. Aan het einde van de video. Goed, zonder al te veel gelul. Let's get low. De klaagmuur. Nou, het gaat weer leuk worden. Mevrouw van Wessem is de bemoeizucht van haar buren spuugzat. Ze moet de heg snoeien, haar deur verven, de kat in de tuin houden, de opgetimmerde platen van de schutting halen. Kortom, te veel om op te noemen. Met de beste bedoelingen ontfermen de buren zich over hun alleenstaande buurvrouw. Ze geven ongevraagde adviezen en komen met pannetjes eten aan de deur. Voor Van Wessem voelt het als intimidatie en is het meer dan genoeg geweest. Oké, dus één buurvrouw zit te zeiken om alles en die andere komen met pannetjes aan de deur. Dat is echt super erg. Ligt eraan, waarschijnlijk kunnen ze echt niet koken. Knor wereldgerechten. Wordt toch ook niemand vrolijk van? Het grote probleem is, zij laten mij niet met rust. Dan lopen ze hierop te zeuren, te commanderen en te eisen. Een enge jacka. Dit is echt zo'n piepo of mamaloo outfit, jongen dit. Een beetje dat groene, het vandaag is groene thema. Dat ik dit moet veranderen, dat ik dat moet veranderen. Oh, zij klaagt trouwens niet. De buren klagen. Zij vinden het een rotzooi in mijn tuin. Nou, en zo kan ik nog wel mee doorgaan eigenlijk. Ik kijk graag naar buiten. En door hun... Ja, nou goed. Er zijn ook mensen die kijken naar dode eenden. Ze ook vinden dat ook fijn. Zij kijkt graag hiernaar. Laat die vrouw gewoon in de waarde, oké? Okay? Als ze continu naar binnen zitten te kijken, kan ik dus mijn eigen vogels en mijn eigen beesten nu niet meer zien. Nou, dat is in wezen eens dat niet meer normaal, nee. Maar ze wonen dus tegenover elkaar, blijkbaar. Ik ben een natuurmens. Ik voel me behoorlijk opgesloten door het bedreigende gebeuren van hun. Dat ik me daarvoor mijn ramen en gesloten moeten houden, zowel voor zij... als achtertuin. Ze wonen voor zij en achter kijken ze naar binnen. De continu, hè, de hele dag. Ik lig nu al 2 dagen wakker. Alleen voor het feit dat de buurvrouw dus constant dus loopt te schreeuwen en te schelden. Klerenleier bij tering bij. Nou, het ging fout omdat ze die witte plaat daar neer ging zetten. Toen heb ik vriendelijk gevraagd of ze die witte plaat op 2 meter wil afzagen. Want dan mag die van mij rustig blijven staan, want dan ga ik hem groen verven. Zijn we nu aan het zeiken over een witte plaat? Maar zij heeft een witte plaat boven haar schutting staan of zo. We weten ook niet wat het nut is. Oh. Tegen die schutting zit ook een stuk vloerbedekking. En die stinkt naar de kattenzeik. Heel gewoon, op voor Hollands gezegd. En als wij daar zitten en het is zomer en het wordt weer warm, dan ruikt dat niet prettig en dan kunnen wij niet buiten zitten. Zouden ze 's ochtends dan bij de spiegel hebben gestaan en gedacht hebben, laten we allebei een paarse outfit aandoen, want we komen op de televisie met een paarse halve maan om je keel Nou, zij me zo aan het intimideren, daar valt niks meer, haar wil is wet. Ah, oké. Okay. Bro, die wordt hier verkracht, dat konijn. Hallo, 144, red een dier. Zij vloog mijn vrouw aan. Nee, ik zeg, dat doen we niet. Ik zeg dus, weg, je laat je vrouw niet slaan. Maar dus, ze kwam heel wild naar haar toe. Ik zeg, ja, wegwezen. Zij praat hem ook na of zo, alsof... Naar haar toe, ik zeg, ja. Of ze hebben dit ingestudeerd, of hij heeft helemaal geen flikker te vertellen of zo. Hij moet dat zeggen van haar. Het is ook wel een beetje een ongezonde vibe. En dan ga je me ook nog slaan. Dus ja, ik ga mijn eigen spullen verdedigen. Ja, dan sla ik terug, dan word ik wild. Oh. Hij heeft er ook op een gegeven moment zo vastgehouden dat ze niet meer verder kon. Gewoon ook om haar te beschermen. Ja, om haar te beschermen. Je heeft haar even zo beet gepakt en zo even zo... Je kan niet zeggen, ze is gek, want dat is... Dat mag je niet zeggen. En dat is ze ook niet, denk ik. Maar er zit wel een steek los. Oké, dat is niet hetzelfde. Rijdende rechter. Ik eis van de rijdende rechter...
Zij is echt niet Barkie, dat zie je meteen al, jongen. Nou, nu gaat het echt beginnen. Goed, welkom in de studio. Wat ik heb begrepen, de buren... Er zijn nou een Quasimodo pak aan. Weet je waar ik ook met die Quasimodo nog achter kwam? Er zat dus een kussentje bij. Die kun je een soort van in je nek doen. Zo, volgens mij. En als je dan die Quasimodo cape omdeed, dan leek het echt alsof je een bochel had. Die was ik helemaal nog vergeten. Ik wist niet dat hij erbij zat. Maar op u komt het gewoon anders over. Absoluut. Kunt u vertellen... Het is een Shrek pak gewoon. Zodat ze weten wat voor informatie ik misschien wel vrijgeef. Ja, dan kun je wel zuchten, maar dat is werkelijk zo, want je probeert op die manier continu contact te zoeken met... En dat wil ik dus niet meer. Hier zat die gast van Clickbait ook. Oprecht, het zou hem best kunnen zijn. Dit is mijn uitspraak. En zo zit het. Ik wil na dit gesprek, wil ik nooit en te nemen meer contact met haar sowieso niet meer hebben. Nee, maar toch... Maar stel, je wordt elke dag wakker naast haar. Hij ziet er wel uit als een goede pik of zo. Kijk, maar dit enige wat ze uit je zuigt is je levenslust. Wordt niet eens een keer tijd dat je je huis gaat schulden. Dat heb ik nooit gezegd. Dat is wel waar. We gaan even nu, rustig houden, we gaan namelijk... Ik heb zelfs een bel aan de poort gemonteerd, speciaal voor haar. Zodat ze dus niet, omdat ik kan zeggen wat ik wil, maar ze komt toch op mijn terrein als ik dat niet wil. Ja, ik heb dus een bel speciaal voor haar op mijn poort, dat ze dus niet... Wat is het punt? Tex de Winter? Of hoe heet die gast ook weer? Marco Asensio. En dat is trouwens wel een leuk weetje over Asensio. Die is dus... Hij is half Nederlands, ja. We gaan even niet lachen om elkaar, want dat is natuurlijk... Ja. Even lachen om het feit dat ze dus gewoon van die onwijze dingen vertelt. Want het is gewoon helemaal niet waar. Waar is het vandaan? Want ik weet het onwijze niet. Dingen. Kijk, die vlag is gewoon geen mooi gezicht. Nee, maar als zij hem weer laten hangen... Prima, maar kan het zijn dat u dit bedoelt u dit, mevrouw? Stel dat u afspreekt dat u inderdaad niet meer met elkaar praat. Kunt u dat dan volhouden? Heel graag. Makkelijk. Heel makkelijk. Ja, dat is het is gewoon heel erg wat hier eigenlijk gebeurt tussen jullie. En het is heel belangrijk dat iemand inderdaad stelt van nou, dit moet er gebeuren. Ik weet het niet, maar zij is niet goed hoor. Meester Visser gaat naar Lelystad om alle eisen in kaart te brengen. Kom op joh, we gaan naar Lelystad. Hey. Zij hebben dingen tegen mijn schutting aangetimmerd. Waar dan? Oh. Die mag er niet op en die mag er niet op. Ja, ja. Dat is mijn schutting, mijn palen. Die heb ik in mijn eentje neergezet. Niet in je eentje, ik heb geholpen. Dat is niet waar. Wel, Hans heeft geholpen. Ik heb die Hans heeft geholpen. Oké. En er stond een schuine paal. We gaan slaan, hè? Wacht even. Hallo, er stond daar een schuine paal. Wat gebeurt hier allemaal, jongen? Dat wilt u eraf hebben? Nou ja, dan wil ik mooie van. Ja, want dan kom jij op mijn spullen. Het is wel echt heel lelijk hoor, als we even heel eerlijk zijn. Of je nou mooi vindt of niet, het is van mij, dus je blijft er vanaf. Deze struik, die heeft Hans om een gedeelte ingekort. Toen stond hij dus hier op de erfgrens en heeft hij een klein stukje afgehaald. Ja, nee, je mag niet aan mijn spullen komen, hè? Jij geeft opdracht aan Hans. Oh. Ja, Hans moet het uitvoeren. En jij doet geen flink. Maar deze zou even normaal. Wat stond die gast aan te doen? Jij doet geen flink. Wat doet hij ineens, jongen? Voor mij heeft hij wel... geeft hij haar wel gelijk dat zij geen flikken doet. Kijk, daar staan die op. Want dan wil ik daar achter wel eens allemaal bekijken. Ja, wat nou, hè? Dit hebben jullie veroorzaakt. Het loopt bij mij helemaal tot hier, weet je wel? Hé, hey, laat Hans gewoon, man. Die is nog moe van zijn vis af van net. Daar bedoelt hij verder helemaal niks mee, joh. Zo. Het is eenmalig, hè, dat jullie mijn terrein betreden. We hoeven bij jou niet te kijken. Ja, kijk ze nou stoer staan. Dan hebben we de kutwijf even te pakken. We komen niet op haar terrein. Bam, jongen. Kijk eens wat ze daarop zegt, man. Hé, hey, wie heeft grotere tieten? Hans of Henny? Geef je Henny, godverdomme, ze kut, man. Ja, ik ga kijken, dus... Ja, maar ik weet hoe het eruit ziet. Oh, loop jij mee even? Nee, ik loop niet. Ja. Nee, dan loop ik even. Nee, jij niet. Doei. Ja, komt u maar. Nou, die plaats steekt boven de heg uit. Ja, dat is jouw probleem. Die niet, maar deze wel. Dat deze is jouw probleem, dan los jij het maar op. Maar niet aan mijn schutting komen, niet aan mijn plaats komen. Nee, die moet weg, die plaats. Nee, helemaal niet. Het ligt in mijn, of het hangt in mijn tuin. Je hebt er vanaf te boven de 225. Ja, nou zo wat. Jij hebt een probleem en dan los je het zelf maar op. Maar daar blijf je dan vraag ik hem af. Ja, nee, dat mag niet, want dan kom je aan mijn eigendom. Wat is dit nou weer voor onzin, jongen? Zij kunnen lukraak grote spijkers zo, in het hout koek, koek. Het interesseert ze niet of ik mijn hoofd erin stoot. Hierdoor en daar nog eentje. Zie je het, ja. Heeft u die spijkers erin geslagen? Ja. Ja. Ja, ik doe niet. Dat kan niet van die kanten. Ik zag ook in de brief, we willen alleen die planken even opschuren en opnieuw lakken en klaar. En dan gaan ze... Ja, wat is dit nou? Wat vertel je me nu? Ja, dat zag ik in de brief. Zo, dat bedoel ik wel. Zo wispeltuur. Dat... Ja, ja. Hey. Ja, ja. Zo wispeltuur. Wow, nou, probeer het niet. Blijf op mijn gang of van mij af. Goed zo, prima. Ik ga wel lachen. Zo wispeltuur. Dan is het dit. Dan is het dat. Daar kan ik niet aan vastknopen. Daar kan ik met jou geen gesprek aangaan. Nee. Weet je wel? Nou, zo kan je ook niet meer praten met jou, lieve. Beste mevrouw, ik denk dat wij... Die heb ik Ik denk dat wij... Luister...
Ja, maar even. Waarom reageer ik hier eigenlijk op? Dit is helemaal niks. Twee domme buren met domme eisen die elkaar helemaal het licht in de ogen niet gunnen. En die zijn elkaar aan het uitschelden. Wat een fantastisch programma. Tot strakjes. Ja, tot strakjes. Zo, die met dat paars, dat is ook een verschrikkelijk. Dit gaat ook het vermogen van de gemiddelde rechter te boven. En zeker die van de rijdende rechter. Is een einde. En ik ben bang. What the fuck? Het hoeft niet aan mij te liggen. Als ik door jullie met rust gelaten word, hun van mijn spullen afblijven. Ja, maar jij maakt er een teringzooi van. Dan kun je niet zeggen, oh, ik wil gewoon geen contact, dan is het goed. Nee, zij willen dat je je teringzooi opruimt. Als je elkaar in elkaar. Ja, goed. Goed gezegd. Ik word niet in waarde gelaten. Ik word iedere dag wel uitgescholden voor teringwijf. Griep. Wijfklerenwijf. Nou, dat vind ik geen waarde hoor, sorry. Dan weet je ook eens hoe het voelt. En trouwens, teringwijf heb ik nooit gedenigd. Nee, maar zij zegt griepwijf. En dan zegt ze, ik heb nooit teringwijf gezegd. Teringwijf! Aquariumhoer? Nee, dat zouden wij nooit doen. Computerhoer? Ja, dat wel. Waarom zijn deze mensen zo dom? Even serieus. Griep. Wijf, ja. Hou ze vol met dat woordje. Je weet zelf wat er vorig jaar is gebeurd met hun zoon. Ophalen. Daar ben je nog niet eens de helft van. Om aan hun te laten voelen hoe ik het al die jaren aan heb moeten horen. Hun commentaar en hun eisen. Dus ik heb inmiddels een 16-uur geschilpunt. Dit is echt bullshit. Zij scheldt hun uit voor griepwijf, terwijl hun zoon daaraan is overleden. Dan zegt ze, ja, dan weet je hoe het voelt. Kan je niet maken. Mij interesseert die scheldpartijen. De rest mag je allemaal winnen van mijn partij. Je mag het allemaal doen. Maar ik wil niet meer uitgescholden worden. En zeer zeker niet met woord griep gebruiken. Ik heb die dat deze mensen alleen meedoen aan hun programma om gewoon te laten zien hoe kut die ander is. Van kijk hoe kut ik het heb. En hoe zij is degene die kut is. Gewoon om die ander te nakken. Dat is de enige reden dat je meedoet. Zou het kunnen zijn dat u er een beetje als een kind bent gaan zien en behandelen? En dat ze daar nu tegen een opstand komt? Nee hoor, nee. Absoluut niet. Nee hoor, ik heb er altijd als volwassen behandeld. Ja, ik is geen zeker, dochter van me. Zeker weten. Als ze dochter van me was geweest, had ik er over de knie genomen. Wat is over de knie nemen? Over de knie leggen is keihard kontje. Nou, het zal wel. Ik was in het schuurtje, maar opeens zie ik daar een paar spijkers helemaal gewoon doorheen geslagen. En u zegt enigszins grappig, ja, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan, ja. Ja, maar hij moest de plank vastzetten en er is een toevallige grote spijker doorheen gaan waarschijnlijk. Toevallig waarschijnlijk. Laat zo'n dikke toeter door de schutting bij de buurvrouw zo in de schuur. Helemaal de hele gespies kan zijn limbo dansen. Ja, dat hebben wij waarschijnlijk wel gedaan. En we houden van paas. We eten vanavond aubergine, schat! Zou zij wel eens een aubergine in de reet hebben? Nou goed, laten we doorgaan naar de volgende. We hebben aan haar gevraagd of we de witte planken er even af mochten halen. Uh-huh. Want hier zit aan mijn kant zit ook zo'n grote spleet met allemaal. Want dit is wel, kijk, ja. Zij heeft wel iets. Zij is niet helemaal 100, laat maar zeggen. Ik weet niet wat. Eigenlijk is het wel een soort van zielig. De buurvrouw voelt zich snel bedreigd. En juist mensen die zich snel bedreigd voelen, die kunnen helemaal van de rel raken als er opeens een paar spijkers door de muur komen. Dat is dan jammer voor je. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, maar kan je wel wat aan doen? Je kan die spijker niet door de schuur en janken. Ik neem het misschien iets te veel op voor die rare gestoorde buurvrouw nu. Maar ja, sorry, ik moet geen kant kiezen. Ik ben objectief. Ik ga het probleem eens en voor altijd oplossen. Nou, dat is geweldig. Nou, dat moet u nog maar afwachten. Nou, ik zie het al. Die krijgt de doodstraf. Ja, nogmaals, ik kijk dit nu voor de derde keer zo'n hele aflevering. En er is eigenlijk soort van geen eindconclusie. Het is vaak, doe normaal. Oh joh, zij lijkt echt op, Kijk, ik ben nu letterlijk haar, toch? Ik heb gewoon diezelfde oudje aan. Ja, kijk nou toch, joh. Daar zijn we. Shrek en Fiona. Tijd voor de uitspraak, oh! Daarom zal ik beslissen dat de huidige schutting achter moet worden vervangen door een schutting van 2 meter hoog, die precies op de erfgrens moet komen. En alles wat er overheen uitsteekt, moet gewoon weg. Nou. Wat niet mag, is ongevraagde opmerkingen maken, schelden, elkaars tuin betreden en zeker niet elkaar fysiek aanvallen. Daarbij te helpen zal ik bovendien bepalen. What the fuck was dit, jongen? Ze hebben wederom eigenlijk geen ene shit opgelost in het programma. Dit was de allerlaatste aflevering van deze serie. Nee! Kijk vooral in de zomer. Nee! Natuurlijk niet! We doen er gewoon nog één mens. Als jullie gewoon nu abonneren, dan smijten we er misschien volgende week gewoon. Is er volgende week nog veel uploads? Dat weet ik eigenlijk niet. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Doei. Jack Vergelder meme of zo? Ik heb geen idee. Misschien wel niet. Wil je seks met mij? Mogen trouwens wel kijken naar de Formule 1, want die vet op. Poeh!